22 minuten. Nogal laag genomen, maar gemist. En een doelpunt voor Gent van Gronsveld. Als ik het goed heb gezien, jawel, Dirk van Gronsveld. 22 minuten gespeeld. Een hoekschop van Gent van Viscaal. Een misser in de Genkse verdediging. En dan een geschenk bijna voor van Gronsveld. 0-1. Guillemessi in de verkeerde voeten. En nu wachten tegen actie Porte. Aan een ren bezig. Helemaal alleen op Matthijssen af. Porte wijkt uit. En dat moet een penalty worden. Nee, ja toch.